De wereld verandert sneller dan ooit. Iedere dag verschijnen er nieuwe innovaties die onze levens makkelijker maken. Als ondernemers en als organisaties worden we uitgedaagd om in rap tempo nieuwe innovaties te ontwikkelen, zodat onze producten en diensten relevant blijven. In deze miniserie nemen we een kijkje in de keuken bij de mensen achter deze innovaties, om te leren van hun ervaring. Mijn naam is Vitas Kersbergen en dit is What Sparks Innovation. Vandaag spreek ik met Bart Verhaag, de CTO van Closure. Closure regelt gemakkelijk alle opzeggingen en contractovernames bij overlijden. Zelfs die van social media. En lost zo een grote frustratie van nabestaanden op. Bart, leuk om jou vandaag te spreken. Vertel me eens, wat is Closure en wat doen jullie voor wie? Closure is het centrale punt waar nabestaanden hun abonnementen, contracten en accounts kunnen beëindigen van overleden personen. En ik denk, iedereen herkent het wel uit zijn omgeving. Als je ooit te maken hebt gehad met een overlijden, en dat gebeurt, dan weet je wat er emotioneel op je afkomt, maar ook wat er aan regelwerk op je afkomt. En dat houdt eigenlijk niet op na de uitvaart, maar dan begint vaak echt de ellende pas. Ja. Dus wat je ziet is dat mensen urenlang in de wachtrij moeten staan, aan de telefoon, ja. Bij grotere bedrijven. Moeten elke keer andere gegevens opsturen. Moeten van alles regelen, doen dat daarnaast, worden constant geconfronteerd met dat verlies. Wij zagen dat we denken dat kan niet zo zijn dat op die manier moet. Niemand heeft daar zin in. Dat gaan wij oplossen. Dus dat is wat Closure doet. En de naam is dan ook mooi gekozen. Precies. Het is afrondend. Ja. Wat ik maar afvraag, hè, want elke keer dat het terugkomt, ja. Dat je er weer mee wordt geconfronteerd, is best wel, dat kan je heel erg raken. Ik kan me herinneren dat wij 4, 5 jaar geleden in mijn familie is iemand overleden. En toen kreeg ik eigenlijk in de maanden erna via LinkedIn, kreeg ik een suggestie van link eens met die en die persoon. En ja, op een of andere manier hebben we dat nooit goed met zo'n partij kunnen oplossen. Doen jullie dat ook of is het alleen abonnementen van elektriciteit of hoe? Nou, super interessant. Dat is eigenlijk precies waar het bij ons begonnen is. Okay. Chantal die kreeg van de een op de andere dag, kreeg ze, een heel typisch ook zo'n voorbeeld, een Facebook notification. Yeah. Wens je oma een fijne verjaardag, terwijl ze dat jaar is overleden. En dat zie je ook heel veel gebeuren. Ook steeds groter wordend probleem. Maar wat ook interessant is een organisatie als Facebook zit daar ook niet op te wachten. Hè. Die willen ook een netplatform waar niet zwerfaccounts op rondhangen. Ja. Dus wat zijn jullie eerste stappen geweest? De eerste stappen waren dat proces echt ervaren. Hè. Dus we hebben gezien uit de omgeving wat mensen echt daarover zeiden van dat is toch niet normaal hoeveel werk dat is. Toch het van dichtbij meemaken. Dus in de omgeving, gewoon met de hand zeggen wij nemen jou die last op, nemen we op ons. Wij gaan de opzeggingen en de overzettingen voor je regelen. Door gewoon zelf aan de telefoon te gaan en dat gewoon bij te houden. Hoe lang duurt dat nou? Is dat nou daadwerkelijk zo vervelend? Ja. En kost het nou daadwerkelijk zoveel tijd? Nou, dat is zo. Ja. Kwamen we snel achter. In de eerste weken hebben we een platform gemaakt. Ja. Wat eigenlijk niet meer was dan gewoon een aanmeldformulier. Ja. Waar je kon aangeven. Checklist welke organisaties gaat het om, wat zijn je gegevens en aan de slag gaan. Ja. En dat platform ging natuurlijk dus in één keer goed gegaan. Of ben je toch wat dingen tegengekomen in die eerste fase waarvan je dacht, zo werkt het? Als je conclusie trekt, we moeten zo'n platform gaan maken, dan wil je gewoon dat het er meteen is. En dat hebben we toen ook vrij snel gedaan, echt in weken dat opzetten. Ja. En tegelijkertijd zochten we naar hoe gaan we dat lanceren. In eerste instantie wilden we gewoon nabestaanden bereiken. En zijn we in het netwerk gaan kijken. En hebben we twee hele leuke launching customers gevonden. KPN en Ardanta. KPN kent iedereen, de tweede misschien niet. Ja. Dat is de uitvaartverzekeringtak van de grootste verzekeraar van Nederland, ASR. Oh, ja. En wij dachten, zij zijn uitvaartverzekeraar. Zij hebben contact met die nabestaanden. En daar gaan wij mee lanceren. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren, ja. Product af. Ardanta ging
ging het aanbieden. Wij zaten klaar. We hadden al één klantservice medewerker. Die hadden we er al erbij. Maar we hebben nog wat extra mensen ingeschakeld. Want ja, we konden niet maken, omdat het dan in één keer allemaal lang ging duren. Het moest natuurlijk daadwerkelijk sneller zijn dan als je het zelf ging doen. Ja. En we lanceren en er gebeurt bijna niks. En achteraf denk je, ja, wat naïef dat je dacht dat dat zo ging gebeuren. Maar ja, dan ga je twijfelen, is het product al goed? Slaat het product überhaupt ergens op? Is er wel behoefte aan? Ja. En ja, de bottom line is, het is gewoon zo complex om je gebruiker te vinden en die te overtuigen. Dat is, daar is geen regel voor. Wat mij ook opviel is, jullie dienst wil gebruiken, dan hoef ik niks te betalen als nabestaande. Klopt. Maar ja, wie betaalt het dan? Dus, en hoe zijn jullie op zo'n aanpak gekomen? Hebben jullie misschien eerst nog iets anders geprobeerd? Of, Nee, leuk dat je het vraagt. En inderdaad, dat moet je soms ook even goed uitleggen, ook aan onze klant. Die denkt erover, where's the catch? Ja. Ja, wij zijn begonnen puur met het product in achterhoofd. Wij willen nabestaanden ontzorgen van die ellende, van die taak. Nou, dat klinkt als een echt business-to-consumer product. Hè? Van nou prima, jij betaalt mij wat geld en dan regelen we het voor je. Ja. Maar toen zijn we in gesprek gegaan, dus met KPN in het begin, maar ook met andere grote abonnementsbedrijven. Ja. Waar wij al die meldingen naar gingen sturen en nu naar sturen. En daar zie je dat het... Zij hebben ook heel erg de behoefte om alles snel af te wikkelen. En daar gaan enorme afdelingen achter schuil. Die 24/7 bezig zijn met überhaupt die opzeggingen verwerken. Maar ook er überhaupt achter komen. Dus soms dan weet een bedrijf gewoon niet dat iemand is overleden en komt er geen melding. Nee. En de nabestaande weet misschien ook niet dat daar nog een abonnement of een link is. Precies. En toen zagen we van oké, wacht, eigenlijk... Zit de meeste toegevoegde waarde, echt het rendement, zit bij corporate bedrijven. Ja. Die kunnen hier veel profijt van hebben als wij het voor ze regelen. En daarom kunnen we het gratis aanbieden aan nabestaanden. Ja. Hey, en die transitie van B2C naar B2B, wat merkte je dat daar veranderde? Hè? Dus in je relaties met die bedrijven, hoe werkte dat? Mm-hmm. Nou, we hebben nooit echt ervaring gehad met een volwassen B2C-bedrijf zijn. Na een tijdje hebben we echt gekozen voor het model wat we nu nog steeds hanteren. Mm-hmm. Maar je merkt wel, als je wil samenwerken met hele grote corporate bedrijven, noem het verzekeraars, financiële sector, maar eigenlijk alle hele grote bedrijven in Nederland, dat zijn duurzame relaties en het kost tijd om op te bouwen. Dus dat is ook het advies als je... Een start-up bent in bijvoorbeeld fintech of zo, onderschat alsjeblieft niet dat je echt veel tijd kwijt bent met daar een relatie mee opbouwen en dat niet is van ik kom even mijn productje verkopen. Nee. Want als je nu dat eerste proces terugkijkt, wat is nou de code die jullie hebben gekraakt waarvan je denkt, nou dat onderscheidt ons echt van andere partijen die iets vergelijkbaars doen? Wat maakt jullie, wat was die code? Ja, als ik daar goed over nadenk, dan is er wel één ding waar we echt trots op zijn. Van ik in ieder geval. Ja. Dus echt de schaalbaarheid altijd in het achterhoofd houden. Ja. Als wij al het pitchen waren ergens, dan was vaak die kritische vraag van de jury van hoe schaalbaar is het nou echt? Gaan jullie niet straks gewoon, net als al die andere partijen, die grote abonnementsbedrijven, gaan jullie niet ook gewoon een enorme klantenservice opzetten die allemaal zitten bellen? Ja. Dat is echt de kern voor mij. Ja. Dat we dat niet doen. We tellen wel eens in Jochems, dat is onze klantenservice man. En dat is echt het doel 1. Ja. Alles draait bij ons om zorgen dat wij kunnen blijven groeien met alleen hem aan het klantcontactroer. Er is maar één Jochem. Precies. Ja. En dat lukt nog altijd met prima groei. Ja. Maar elke keer goed is de klantenservice tool eigenlijk, dus vanuit waar wij automatisch al die opzeggingen en overzettingen regelen. Daar echt met een schaalbaarheidsbril naar kijken. Ja. Ja, daar zijn we trots op. Het is wel leuk, dus je ratio waar je op let, is het aantal nabestaanden dat je met je techniek en één Jochem kan helpen. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste metric voor ons om in de gaten te houden. Ja, ja leuk. Wat is nou een tip waarvan je zegt, nou, op basis van mijn ervaringen en aanvaringen, dit wil ik echt meegeven? Probeer gewoon zo breed mogelijk te experimenteren in hoe je je product aan de man kan krijgen. Hoe je mensen kan overtuigen dat het zinvol is voor hen. Ja.
En neem je product ook serieus, maar niet te serieus. Hè? Dus verkoop het voordat je het bouwt. Ja. Maar je moet wel zelf bouwen. Dat is wel echt, als ik een andere onderneming zou starten, ik zou nooit heel mijn product uitbesteden aan een ontwikkelbureau. Nee. Het is echt belangrijk. Die producten, het is wat je verkoopt. Het is de kern van je bedrijf. Ja, dus het moet, dus je team, als ik het goed begrijp, moet evenwichtig zijn. Ja, ja, precies. Dus je kunt wel met heel veel technische mensen, echt productmensen, kun je wel iets moois opzetten. Ja. Maar er zijn zoveel bedrijven die stranden omdat ze het gewoon niet verkopen. Nee. Dat is toch wel heel belangrijk. Ja. We komen net bij het interview van Closure met Bart vandaan. Leuk interview, leuk om ook wat meer te horen over de innovatiereis die zij hebben doorgemaakt en wat ze daarvan hebben geleerd. Wat mij opviel is de one metric that matters, namelijk hoeveel opzeggingen per jochem. Echt een metric die ze gebruiken om te toetsen of ze schaalbaar zijn, of hun propositie opgeschaald kan worden. Vond ik een leuke inzicht om op die manier in te zetten en te gebruiken. Vond je dit nou ook een leuk interview? Kijk dan ook eens eventjes naar onze andere interviews. En we zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar jullie eigen One Metric That Matters. We horen het graag.